Dit is bestelnummer 920 en dat is zo'n fijne velourssweater. Er zit een lichte glans omheen, erop. Het wordt al laat. Ja. Maar dat is altijd bij velours, hè? Dat is wel een heel apart spul. Of eigenlijk is het een vleug. Een vleug, Jan. Hè? Mm-hmm. En dan hier een klein ribbeltje in de stof. Ja. Heel mooi. Het voelt heel fijn aan, hè? Ja. Ja, we hadden ze in het gebroken wit, die waren meteen weg. Dus nu hebben we hem in het zand. Wie weet is die ook meteen weg. We zullen het zien. Eén maat is het. En ze passen sowieso tot en met maat 42. Of heb jij gezien vandaag dat tot 44 kan? Dus mij 42. 42, ja. Als ik het zo voel, ja, dan ik was even de tekst aan het lezen, maar... Ja, dat kan ik ook niet lezen. Joes. Er zit een nat zilveren tekst op. We komen er niet helemaal uit wat het precies is, maar dat is prima. Your storm. Hij past dus tot en met maat 42. Ik heb maat 38. Dan kun je even inschatten hoe het uitvalt. En bij maat 36 ook heel leuk, want dan draag je gewoon iets meer oversized. Ja, ik pak dan vaak, dat zag je net, als een plukje. Dat doe ik voor in die broek, hè. Vind ik ook leuk, daar zie je die riem. Die riemen hebben wij ook, die zijn 14,95. Dat is geen leer, maar het lijkt er wel op. En ze zijn boven verwachting sterk. Ik heb hem al een heel seizoen aan en hij blijft gewoon mooi. En daarvoor 14,95. Hè? Nou, dan heb ik de Jewy broek erbij aan. Dit is de Jewy Triangle of zo, met dat driehoekje hier. Rooi labeltje zit erop, een stoere knoopsluiting en stoere zakken op de achterkant. En dit is weer typisch een model voor degenen die smal op de benen zijn en dan hier net wat meer ruimte nodig hebben. Want deze broek voelt boven iets wijder aan als op de benen. Het is echt gemaakt op een vrouwenlichaam. 49,95 zijn ze en ze gaan van maat XS, dat is 34, tot en met maat 42, dat is XL. Ja, ik zeg al, ik heb gewoon de M aan. Ik vind hem goed op maat vallen. Dus ik zou gewoon de maat pakken die je normaal hebt. 49,95. En je kan hem bestellen op onze website, baboe.nl. Of kom naar de winkel, dan kun je het passen en meteen meenemen.